op 12 mei 2022 werden de redders van de Bussumse familie Veffer postuum onderscheiden door de staat Israël. The Veffer family consisted of Jonas, Sarah and their 6 children. I cannot imagine how scared they must have been for themselves and their children during the war. Fortunately, they had courageous people who took it upon themselves to hide and save them. Degenen die door Yad Vashem geëerd werden, waren dokter Jan Martens, directeur van het Mayella ziekenhuis, waar vele Joodse onderduikers verbleven. Dokter Jaap Boon, die als directeur van het Nader Diakonesse ziekenhuis menig onderduiker door de oorlog heen hielp. Hendrika Beneker en haar zoon Filip, die ook actief in het verzet was. Bij Gerrit Makinje en zijn gezin dook de familie Veffer jarenlang onder. En daarna werden ze nog enige tijd ondergebracht bij Tobias en Catharina Snel. En vervolgens ook bij Henk en Pietertje Bakker. Spul bij de redding van de familie Veffer waren Jaap en Leni van Wering. Leni, alias tante Fifi, was de steun en toeverlaat voor het Joodse gezin. During the moral darkness of the Holocaust, they were able to keep a small flame of hope burning and by doing so also save the conscience of humanity, the honor of Europe and the dignity of the Netherlands. And for that, ladies and gentlemen, the Jewish people will ever be grateful to them. You all look here. Yeah. Na afloop van de ceremonie verrasten de kleinkinderen van Wering mij met het oorlogsmapje van oma en opa. Daarin zaten lange lijsten met meer dan 100 onderduikers, hun helpers en hun adressen in Bussum en Naarden. Een unieke collectie. De lijsten van tante Fifi. Dit is van de familie van Wering, hun trouwboekje met daarin geschreven de kinderen, waaronder Harry, 17 februari 1945. Mijn moeder heeft mij ooit verteld dat ik onder de naam Harry bij die familie woonde, hoe ik het moet noemen weet ik niet. En hier wordt het dus duidelijk. Deze mensen hebben mijn leven gered, laat ik het zo zeggen. Ze hebben jou in huis genomen als hun eigen kind? Als hun eigen kind, ja. Ja, ik is gewoon een trouwboekje. Gewoon een trouwboekje van Jaap en Eentje. Dat is gewoon Eentje zijn naam. Die hebben daar gewoon de kinderen in bijgeschreven. Sikko, Dirk en Gien. En Gien. Van de Gien en Marta. En? Harry. Ja. Harry was een kind van een Joods meisje, wat natuurlijk nergens aangegeven kon worden. Dat kon natuurlijk niet in de oorlog. Februari 1945, dus dat was nog tijdens de oorlog, en die zouden ook geen bondkaart en dus geen geld, geen eten, niks krijgen. En er stond de volgende dag in de krant dat Leentje een extra kind gekregen had. En de buurjongens zeiden van, hoe kan dat nou dat de kraamvrouw vandaag alweer op de fiets zit? Terwijl ze net een kind gekregen heeft, hoe kan dat nou? En een dag later werd ook Jaap op zijn werk gefeliciteerd met zijn zoon. Waarbij Jaap had gezegd, oh, dat zal de ene streek van Leentje geweest zijn. Maar dat was dus een onderduikkind wat zo op deze manier netjes geregistreerd werd bij de burgerlijke stand. Weet je wel dan waar je geboren bent? Ja, in het Mayella ziekenhuis in Bussum. Met een klooster. Het werd gerund door de nonnetjes. Zij vertelden nog dat ze kreeg na de geboorte een geschenk van de nonnetjes. Een boterham met chocoladehagelslag. Dat was het echt het einde. Dit was midden in de hongerwinter. Ja, hoe ze het gedaan hebben, ik weet het niet. Maar ze hebben het gedaan. Dit ben ik dus, augustus 1945... De bekende babyfoto. Maar de nonnetjes hebben uit een schrift, had ik begrepen, een briefje geschreven voor mijn moeder. Geboren Dirk Mara, gewicht 5,5 pond, 's nachts tegen 2:30, 31 januari 1945. Ja, dit is in feite dus mijn geboorteakte.
Dus een andere datum dan in je trouwboekje staat. Een heel andere datum. Toen ik van jullie al deze lijsten kreeg, wat hier ligt, wat hier ligt, wat hier ligt, die opgestuurd werden naar aan het Nationaal Steunfonds, het NSF, de Joodse afdeling daarvan. Dat wil zeggen, Joden die terugkwamen uit kampen of onderduik, of anderszins, soms uit Zwitserland ook, als ze terugkwamen en helemaal niets meer hadden. Daar hebben jullie grootouders, denk ik, samen ook nog voor, zijn voor blijven zorgen. En toen heb ik gebeld met het NIOD van, ik neem aan dat jullie hier stapels van dit soort, ja, standaard formulieren toch wel van hebben. En waar dus ook de naam, het adres, het duikadres, waar ze naartoe zijn gegaan, hoeveel kinderen, de geboortedata, noem het maar op, waar die op staan. Hmm. En het antwoord was, nou, we hebben heel fragmentarisch hier wat en daar wat, maar we kennen dit eigenlijk helemaal niet als volledig ingevulde en aangevulde adressen en namenlijsten. Ja. Dus eigenlijk is dit een unieke collectie die jullie hier hebben. Ja. Samengesteld door jullie beide grootouders. Ja. Die toch wel laat zien hoe complex en gedetailleerd dat netwerk geweest moet zijn. Ik ken deze lijsten niet. Maria Suzanne Bernhard, dat is haar onderduiknaam. Utrecht, Gerard Douwstraat 23. Daar is ze naar teruggegaan, maar welk onderduikadres staat daarbij? Zou dat Spiegelstraat 34 kunnen zijn? En daar woonde? Daar woonde dus mijn moeder. Bij een gezin met drie kinderen? Voor mij nieuw het verhaal hoor. Met nog een echtpaar? Ja. Echtpaar. Dus er woonden 2 plus 3 is 5 plus 2 is 7 plus nog 1 is 8 mensen. Arbeidershuisje, timmerman, Herman Kerkenaar. Volgens deze lijsten was ze dus daar in huis na je geboorte, of voor je geboorte al. Heb jij ook nog verhalen gehoord over hoe jouw moeder in het ziekenhuis gekomen is? Want midden in de winter? Nee. Nee. Op de slee? Nee. Ze is door Herman, sterke vent, timmerman, per slee, met haar dikke buik, onder een dekentje, naar het ziekenhuis gebracht. En later gezorgd dat Vivi het overnam. Ja. Mijn moeder komt dus uit een gezin met drie kinderen uit Utrecht. Familie Bernhard Koperberg aan de kant van mijn oma. En hoe heet je moeder? Henriette, heet die roepnaam. Ja, toen er ondergedoken moest worden, is de hele familie verspreid. Waar iedereen zat, is mij niet bekend. Mijn moeder is toen uiteindelijk, meerdere adressen, gekomen bij wat later mijn vader zou worden. En waar was dat? In Soest, Wieksloterweg. Het pand staat er nog steeds. Mijn vader was elektrotechnisch ingenieur. Hij heette Dirk Mara Rijk Hendrik Kroon. In zijn woonplaats Soest was hij vanaf 1941 betrokken bij het onderbrengen van onderduikers. Omdat hij weigerde voor de bezetter te werken, kreeg hij geen toewijzing voor de aanschaf van materiaal voor zijn bedrijf. Als verkenner tekenaar voor de sectie VAHK-OD verkende hij de Duitse verdedigingswerken in en rond Amsterdam, de omgeving van Haarlem en het vliegveld Soesterberg. Op 9 december 1944 werd hij in Soest gearresteerd en vervolgens overgebracht naar de Weteringschans in Amsterdam. Als represaille voor de aanslag op een Duitse militair werd hij op 7 januari 1945 gefusilleerd op de provinciale weg Limmen uit Geest en ter plekke begraven. Dirk Mara Rijk Hendrik Kroon werd later herbegraven te Bloemendaal op de erebegraafplaats Overveen, vak 34. Thank you.
het? Een jong J. Hier. 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 Oh, goede foto. De mensen die hier gefusilleerd werden, dat was niet op deze plek. Die werden in de duinen begraven door een begrafenisondernemer uit Amsterdam. Die was tussen aanhalingstekens in dienst van de Duitsers, maar niet helemaal. Want ze werden weliswaar in een vorm van massagraf gezet, de mensen. Maar hij wist het te registreren, te onthouden op een of andere manier. En hij zag kans om de mensen na de oorlog precies op naam op te graven. Want DNA-onderzoek was er nog niet. En dat is het bijzondere. Ik zie hier staan dat vele tientallen Joden bracht hij tijdelijk onder in het huis van zijn moeder. Ja. Dus niet alleen jouw moeder, maar nog veel meer. Ja. Ja. Weet dat je het moeilijk ook nu weer hebt? Maar er staat een mevrouw naast je. Ja? Zal je rot in de branden? Ja. Ja. Hoewel zij ook zijdelings een oorlogsslachtoffer is. Van haar vader. Die heeft aan de Birma-spoorlijn gewerkt. En is wel thuisgekomen, maar niet echt gezond meer. Dus. Maar ze is er voor jou ook. Als jij haar nodig hebt. Altijd. Ja. Is dat moeilijk? Tuurlijk. Wat, heb je een methode om hem een beetje op te vangen? Nee, dat lukt niet echt. Nee. Nee, als hij in zo'n PTSS iets zit, dan is hij heel moeilijk eruit te komen. Dat duurt echt best wel lang. Dan is hij boos. En dan laat je het gewoon de snelste over. Ja. Geen aandacht aan gewoon laten. Ja. Oké. Okay. Maar al een paar jaartjes samen, toch? Ja, tuurlijk. Heerlijk. Hoeveel? 53, 54? Dit jaar 54. In december. Ja, 30 wat. December. Mijn schoonmoeder was kwaad. Dat is geen dag om te trouwen. Dirk, ik zie staan, mogen het offer niet vergeefd zijn. Is dat gelukt, denk je? Ik denk het wel. Want? Denk ik, weet niet. Geen want. Heb je ook eigenlijk wel met zijn dood, heb je daar ook wel vrede mee? Of is het toch iets wat nog blijft woelen in je binnenste? Of heb je er wel vrede mee ook? Ik heb er geen vrede mee. Maar ik zie het als een feit. Een feit, je kan er niks meer aan doen. Dit is het. Ik kan de geschiedenis niet herschrijven. Dus ik heb daar rust mee. Wel rust, toch? Ja, maar ja, aan de andere kant, nee, het is niet mijn hobby. Nee. Ben je zelf bang voor de dood? Nee. Dat niet. Nee, boeit me ook niet. Het is. Nee. Het ligt niet alleen hier. Hij leeft voort in jullie, toch? Ik hoop het wel. Fijne zoon, een leuke kleinkinderen, een schoondochter. Dat is toch ook bijzonder? Altijd geweten wat er met je vader is gebeurd toen je opgroeide? Ja, ik ben, zal het zijn geweest, 1954, 1955,
ben ik met een kinderhuis waar ik toen woonde naar Zandvoort gefietst. Daar was een clubhuis van scouting waar we dus gezellig een week of twee weken aan zee waren. Maar de directeur van het huis heeft mij toen fietsend meegenomen naar Overveen, waar mijn vader begraven lag. Dus daar is het eerste keer fysiek, visueel, wat er gebeurd is. Maar zei je nu dat je ook in een kinderhuis hebt gewoond? Ik heb alleen maar in kinderhuizen gewoond, omdat mijn stiefvader en ik niet geheel met elkaar eens waren af en toe. En hij ging een gezin stichten en hij vond dat ik daar niet in paste. Dus weg ermee. Kinderhuizen. Ben ik weer om mijn school af te maken, of mijn vervolgopleiding te doen, ben ik naar Hoenderlo gestuurd. Toen ben ik van daaruit geëmigreerd naar Israël in 1962, naar Kibbutz Matsuba in het noorden. En vandaar ben ik dus vervroegd in dienst gegaan, want ik zag het daar ook niet zitten. Ik ben er dus in dienst gegaan en na de gebruikelijke rituelen om in dienst te komen, ben ik uiteindelijk beland bij de marine in Haifa. Later kon ik kiezen tussen magazijnmannetje of hospic. En ik heb voor het laatste gekozen. En ik was dus klaar met de cursus. Ik kon gelijk de Yom Kippur-oorlog in. Dus je hebt, je hebt een 67 meegemaakt? Ja. En 73? Ja. En beide in actieve dienst. En geboren in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus je hebt de een en ander op je bord gehad. Ja. Ik ben in 1972 teruggekomen naar Nederland. 73 zal het geweest zijn. Ben daar mijn vrouw tegen het lijf gelopen. Die altijd allemaal Israël wilde. Dus wat let ons? Dus hartstikke idee, inpakken en wegwezen. En toen zijn wij, omdat we het daar niet meer zagen zitten, met name mijn vrouw ook, zijn we in 1980 weer naar Nederland gekomen en gebleven. Het is natuurlijk een emotioneel verhaal. Oh. En het rakelt weer dingen op. Maar ben je uiteindelijk wel blij dat je dit stukje van je leven ja, hebt teruggevonden? Dolblij, ja, dolblij. Ja, absoluut. Hoe hebben wij elkaar eigenlijk gevonden, Dirk? Mijn broer kreeg een mailtje uit Nederland of ik een half uur, of hij een half broer had. Hij belde mij op, wij bellen uiteraard met elkaar, en toen zei hij van, ken je een Harry, Harry van Wering? Ik zei, ja, maar veel meer ook niet. Hij zei, hier is iemand die zoekt dat, uit. En zodoende is het contact gekomen. En weet je nog wat je zei toen je mij belde? Nee, met Harry. Nee. Nee? Je zei met de verloren zoon. Oh ja. Ik klets zo meer onzin. In de volgende afleveringen krijgt u meer te horen over de mensen die gered zijn van de lijsten van Tante Vivi.